ben Jeanette Blokland en ik werk hier al een jaar of 25, denk ik. Ja. Waarom zitten studenten altijd goed op te letten bij jou in de les? Nou, dat is wel een grote wens van mij, maar dat doen ze niet. Want ze zitten met elkaar te communiceren. En communicatie is een belangrijk aspect voor technische bedrijfskunde natuurlijk. Maar ik zou liever met de studenten communiceren in de les. Strandvakantie of sportieve vakantie? Nee, absoluut een sportieve vakantie. Ik ben een zeezeiler en ik vind het leuk om auto te rijden. Wat moeten studenten vooral niet doen bij jou in de les? Nou, ze moeten vooral niet tegen mij zeggen, mevrouw, het komt wel goed. Dat vind ik verschrikkelijk. Want ik denk, ja, iemand zijn leven komt altijd goed. Maar wat ik leuk vind, is om een beetje meer uit studenten te halen als dat ze misschien willen. Ik vind ook dat ze veel moeten weten dat het studeren is eigenlijk ook werken. Hè? En werken is ook niet altijd leuk. Studeren doet wel eens een beetje pijn. Je moet wel eens een hobbel nemen waar je geen zin in hebt. Dus wat moeten ze niet doen bij jou in de les? Zeggen dat het goed komt. Dan word ik heel giftig.